Hallo, mijn naam is Justine Pillaert. Ik werk voor Vives Hogeschool in Kortrijk. Ik geef daar les in de lerarenopleiding en ben hier vandaag om jullie wat meer te vertellen over de EduShare. De EduShare is een praktijkvoorbeeld, een onderwijsgericht praktijkvoorbeeld, dat een voorbeeld geeft van een onderwijspraktijk in het globale zuiden. Het is de bedoeling dat studenten van de lerarenopleiding die EduShare eigenlijk gaan uitwerken en gaan bepalen. Ze doen dat op basis van hun eigen interesse, de onderwijscontext in het land in kwestie en eigenlijk ook wel de nood van docenten in de lerarenopleiding en in het onderwijs in het algemeen. De EduShare lijkt mij een nuttige praktijk, omdat er echt gewerkt wordt vanuit de noden van de hogeschool zelf en vanuit de interesse van de studenten. En daarnaast wordt er een voorbeeld gegeven vanuit het globale zuiden dat inspirerend kan werken, maar dat ook het gesprek kan openen of een andere visie op een bepaald thema kan tonen. Ik zou de EduShare gebruiken in een les rond meertaligheid, omdat we hier in Zuid-Afrika een video gemaakt hebben over een meertalige context in een lagere school. Het is heel nuttig om die context eens te tonen aan studenten in de lerarenopleiding in Vlaanderen, omdat wij ook vaak met een meertalige context te maken krijgen en wij zo verschillende visies op meertaligheid in verschillende landen kunnen tonen en zo echt wel de visie op meertaligheid kunnen gaan aanscherpen en gaan bijstellen bij studenten.